Ja, kijkers van Marcel zijn welkom bij een kleine miniserie. Jawel, wij gaan op vakantie en ik ga jullie lekker meenemen. Want waar gaan wij 21 dagen naartoe? Wij gaan naar de westkust of naar de westkant van Amerika. We gaan op rondreis daar, we gaan een heleboel plekken bezoeken. We beginnen in Los Angeles en we gaan een groot deel van West-Amerika gaan wij bij langs. En natuurlijk zitten er een heleboel voorbereidingen in. Gelukkig heb ik daar vrij weinig mee te maken. Dus dat scheelt een hele hoop. Maar ik moest natuurlijk wel zorgen dat er voor jullie gewoon video's online blijven komen. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb gezorgd dat er letterlijk video's voor bijna elke dag online komen. Zoals jullie hier zien, ik heb hier een heel schema gemaakt. Met van alles en nog wat. Dus voor tot en met eind augustus. En gezien wij nu op vakantie gaan, kan ik dus eigenlijk niks meer opnemen. En betekent het dus dat alles wat groen is, is al geüpload. Dus dat komt online. Dus dat geldt voor daar. De blauwe moet ik nog opnemen. Geel is al gerenderd. Rood is al opgenomen. Dus ja, alle blauwe moet ik dus nog opnemen. Maar dat betekent dus, daar ben ik nog weg. En daar niet meer. Daar ben ik alweer thuis. Maar ik denk niet dat ik dan ga opnemen. Dus dat betekent dat die komt niet online. Dus Minecraft 41 die laat eventjes op zich wachten. Dus vanaf op 12 augustus is er dus niks gekomen. Enzovoort. Nou ja, dit allemaal. Eigenlijk boeit dit niet zo heel veel. Maar ik heb dus gewoon gezorgd dat er gewoon 25 video's online komen. Terwijl ik weg ben. Waarvan er ook nog eentje is van deze dag. Zoals jullie hier zien. Ik ben 9 video's nu nog aan het uploaden. Dus dat is best wel veel. Verder heb ik natuurlijk een heleboel bagage. Nou, een heleboel. Het valt best mee. Dit is mijn tas. En jullie zien daar een pet nog liggen. Ik heb één lange broek en een shitload aan korte broeken meegenomen. Een aantal onderbroeken, wat sokken enzovoort. Wat shirts daar, wandelschoenen, wandelsokken, 2 paar. Slippers, toilettas vol met allemaal shit enzovoort. Dus dat komt helemaal goed. Nou heb ik ook nog wat handbagage nodig. En dat is ook niet echt bepaald weinig. Of nou ja, eigenlijk is dat voor mij heel erg weinig. Want wat neem ik mee naar Amerika in mijn handbagage? Natuurlijk neem ik mijn mobiel mee. Ik ga ook filmen met de camera van mijn moeder. Dat is eventjes iets fijner. Want dan kan ik gewoon... die heeft een iets betere stabilisator in de camera zitten. Dus daar zou ik regelmatig mee gaan filmen als we ergens onderweg zijn. Ik neem mijn DS mee, mijn DSi. Kunnen we in het vliegtuig of wanneer we aan het rijden zijn ergens, kunnen we even met z'n allen even wat spelletjes spelen. Want ik heb ook nog een broer en een zusje. Dus gaan we even lekker gamen met elkaar onderweg. Dus dat is vet gezellig. En dat was het eigenlijk wel voor een bagage. Ik heb ook mijn MacLight mee. Dus voor de donkere dingetjes kan ik ook gewoon alles goed zien. Want een MacLight is ontzettend fel en komt heel erg ver. Dus nou ja, ik ben goed voorbereid op zich. Dus ik heb er zin in. Vliegreis, dat duurt wel eventjes. We gaan vannacht om 2 uur gaan we weg. Het is vandaag vrijdag 24 juli. Dus we gaan 2 uur 's nachts gaan wij ongeveer weg. Dan gaan we naar Schiphol. Daar stappen wij op het vliegtuig naar Frankfurt. En vervolgens gaan wij vanuit Frankfurt naar Amerika toe. En dat is dus een vliegreis in totaal van 11 uur, dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker. En er zit ook een tijdsverschil van 9 uur tussen. Dus wanneer het bij ons... Waarschijnlijk zien wij gewoon de hele vliegreis vanaf Frankfurt geen donker. Het is compleet dag, waarschijnlijk. Dus nou ja, dat wordt best wel interessant. En ik heb er wel zin in eigenlijk. Dus ik ben benieuwd of ik de vliegreis overleef. Pas wel. En nou ja, zo niet, dan hebben jullie in ieder geval nog tot en met... kijken, wat was het? Dan hebben jullie in ieder geval nog tot en met 18 augustus aan video's. Nee, dat komt vast wel helemaal goed. Dus ik heb er zin in, jongens.
Goed, de hotelkamer. Dit is hem. Vet chill. Ik ga zo meteen alles even langs. Daar is de badkamer. Daar is mijn broer even bezig. Dus die kan ik nu even niet laten zien. Hier hebben wij een kledingkastje. Hartstikke leuk. Met een strijkplank. Wow. Aan deze kant hebben wij daar iets waarvan we niet weten wat het is. En daar mogen we ook niet in. Hier hebben wij de airco. En daar staat de airco zelf. Verder hebben we hier een spiegel. Hé, hey, wie is die? Wie is die mooie jongen? Ik zei het niet weten. In ieder geval, daar hebben we het bed van mijn broer. Met een mooie lamp erbij. Schilderijtje enzovoort. Dat is mijn bed. Met ook een lampje. En we hebben een telefoon voor room service. En notitieblokje en wekkertje enzovoort. Verder hebben we daar een tv. Met geen enkele HD-zender overigens. Ben ik achtergekomen. Maar dit zijn alle tv-zenders die we kunnen hebben. Daar hebben we mijn petje. Dat is de afstandsbediening van de tv. Hier mijn Nintendo DS daar zo nog. Hier mijn waterkokertje. Met allerlei soorten thee enzovoort. En koffie. En bekers. En afvalbakje. Daar hebben we een magnetron. Hartstikke leuk. Kan open. Nou, niks mis mee. En dan hebben we hier hebben we een koelkastje. Formaat minibar. Geweldig. En dan hebben we hier vervolgens wat laadjes waar nog helemaal niks in zit. Hier hebben we nog een bureautje. Met weer een telefoon voor room service. Ik weet niet of die werkt. Lijkt er wel op eigenlijk. En dingen. Ja, goede verwoording maar. En een lamp en nog een spiegel. Geweldig. Vervolgens hebben we daar dus de airco met een raam. Nou, het kan niet beter jongens. We hebben net even lekker ontbeten. Het was niet echt een licht ontbijt of zo. Het was echt gewoon typisch Amerikaans. Ik heb, laten we het zo zeggen, wat ik heb gehad. Laat ik dat even belangstaan. Ik heb gehad 2 geroosterde broodjes met een ei erop. Een chocolademuffin, 2 pannenkoekjes, bakje cornflakes. Had ik nou nog meer? Ja, er was nog meer. Ik weet het echt niet meer. Ja, oh ja, ik heb ook nog een bekertje appelsap gehad en een bekertje sinaasappelsap. Maar man, dat is te veel zeg. Je hebt gewoon hamburgers bij het ontbijt. Of nou, ze heten Turkish sausages. Maar in feite zijn het gewoon hamburgers. Waar slaat dat allemaal op, jongens? Doe eens even normaal. We hadden het er al over, van wat een cultuurschok zou het zijn wanneer dus de Amerikanen naar Nederland toe komen. Waar het ontbijt gewoon een broodje met hagelslag is. That's it, weet je wel. Ja, dus het is echt ontzettend veel. Maar het is zo lekker. Het is echt ontzettend lekker. Wat mij wel opvalt trouwens. Bij de pannenkoekjes kon je dus maple syrup pakken. Nou, oké, dat is hartstikke lekker. Hoort er ook bij. Maar ook van de melk had je gewoon fat-free milk en sugar-free maple syrup. Waar slaat het op? Kom op jongens. Als je echt iets wil doen aan de gezondheid van mensen, dan moet je dat hele grote ontbijt afschaffen. Dan heeft het geen nut om van bepaalde producten maar een fat-free of zoiets te doen. Dus nou ja, dat was een beetje zo van... Maar dat is heel populair hier schijnt het te zijn. Het is gewoon van... we maken van iets gewoon een fat-free ding. Dat is heel populair. Dat is hartstikke normaal en zo. Nou ja. En gisteren waren we op Santa Monica Beach. En daar waren we even bij een eetentje even wat gaan halen. Want we hadden allemaal honger. En zijn medium coke is gewoon al een halve liter. Holy shit jongens. Dat is echt gewoon veel. Een halve liter is heel veel. Om in één keer eventjes naar binnen te werken. En ik zat dan te denken, wat is dan een large? Mensen denken dat het meevalt. In Nederland, tenminste ik in Nederland dacht van, oh dat zal wel meevallen. Het is daar niet heel erg groot. Maar het is echt groot. Een medium pizza is ook al een pizza van een halve meter. Dat is geen grap. Dat is echt zo. Dus ja, dat zijn wel dingen waarvan die stereotypen, die kloppen op zich nog redelijk hoor. Die je in Nederland hebt over Amerikanen. Het is redelijk normaal.
hier om zo groot, dingen zo groot te hebben. Dus ja. Oké, vooruit maar. Ik vind het prima. Want ik eet. Ja, ik eet regelmatig redelijk veel. Het is ook lekker. Ik vind eten ook hartstikke lekker altijd. Ik vind het ook een fijn gevoel wanneer je gewoon flink wat gegeten hebt. Ik vind het echt een fijn gevoel. Dus ja, ik eet regelmatig wel wat. En ik sport ook heel weinig. Dus misschien niet de meest gezonde combi. Maar ik denk dat dit toch wel een deel van het paradijs is wat eten betreft. Het is zo ontzettend veel. En zo lekker. Holy shit. Dus nou ja, ik vind het prima. Wij gaan zo meteen naar Universal Studios. Ik weet niet hoeveel ik daar ga filmen. Maar we zullen zien. Dus tot zo. Studios. We gaan een studio tour doen van studios van Universal Studios. Er is heel vaak studios in één zin. Here we go! Fast and Furious deed het alleen niet, dat is wel jammer. Zo gaan we misschien vandaan naar Orlando toe. We hebben een pas gekregen waardoor we daar wel naartoe zouden kunnen gaan. Het is echt geweldig. Een heleboel special effects. Er zit daadwerkelijk een verschil tussen special effects en visual effects. Visual effects is pas een nabewerking. Er is een heleboel daadwerkelijk echte dingen. We hebben gezien hoe de haai van Jaws werkt. Echt een heleboel toffe dingen gewoon gezien. En nou, echt, als je hier komt, zeker een aanrader. Ze promoten daar overal hoor. Dus waarschijnlijk ga je er sowieso gewoon naartoe. Maar ja, het is echt hartstikke tof. Dus, we gaan. Ik weet niet wat we nu gaan doen. Waarschijnlijk. We zijn hier in Springfield. Dat is bij de van de Simpsons. Daar zie je Springfield. Springfield Department of Motor Vehicles. En van alles en nog wat. Dus misschien gaan we eerst wel even lunchen. En daarna gaan we in de Simpsons ride. Dus, tot zo. Oké, het is hier ontzettend druk. Dus ik weet niet of je mij kan horen. Maar we zijn net in Krustyland geweest. En Krustyland is echt een attractie. Daar ga je dus in. En dan kom je dus in een karretje te zitten. Maar dat karretje gaat niet vooruit of zo. Dus het is geen achtbaan. Maar het voelt wel als een achtbaan. Maar hij blijft een beetje op zijn eigen plek staan. Het gaat op en neer. En naar links, naar rechts enzovoort. Dus je ziet op het scherm voor je zie je een heleboel gebeuren. Dus het voelt heel vaag. Maar ook echt heel vaag. Maar het is wel echt geniaal. Moet je wel eens een keer gedaan hebben hier ook. Dus ook dat, zeker een aanrader. En nu is gewoon wachten totdat we weer iets anders kunnen gaan doen.